dan super blij als ik een rank level 30 al in Brawl Stars. Dan heb je de 1000 trofeeën gehad en dat is voor mij al een hele prestatie. Maar je hebt mensen die natuurlijk ook kunnen pushen naar rank level 35. Dan heb je 1250 trofeeën nodig, wat echt insane is als dat je lukt. Maar je hebt ook nog mensen die daar overheen gaan, die voorbij de rank level 35 gaan pushen en gewoon kijken hoe hoog ze een knokker kunnen krijgen. En nu is er wel echt iets bizars gebeurd. Echt iets bizars. Pongdalong heeft de knokker gehaald boven de 3000 trofeeën. Dat is de hoogste knokker aller tijden. Dit is echt insane. En ik heb aan hem gevraagd of hij misschien wat videobeelden van mij had van de potjes die hij heeft gespeeld. En die heeft hij mij gewoon toegestuurd. Dus ik kan aan jullie laten zien hoe Pongdalong ongeveer zijn knokkers naar zo hoog heeft kunnen pushen. Hij heeft trouwens vaker wereldrecords gehaald. Volgens mij Buzz had hij ook records toe ook. Ik weet niet precies van welke knokkers, maar ik heb al een keer eerder een video gemaakt over Pongdalong en dat hij een wereldrecord had gehaald. Maar dit is het hoogste wereldrecord ooit. Want er is nog nooit een knokker, een single knokker, nog nooit zo hoog geweest qua trofeeaantallen. Echt bizar. Echt heel bizar. Maar we gaan dus in deze video kijken hoe hij dat heeft gedaan. Ja, het is echt heel nice. Ik heb zelf ook nog niet de potjes gezien. Dus ik ben zelf ook echt benieuwd hoe hij het doet. Maar als jullie zin hebben in deze video, doe even dat duimpje omhoog. 2000 likes zou top zijn. En vergeet ook niet te abonneren en dan dat belletje te drukken als je dat nog niet hebt gedaan. En ik wil trouwens even een dikke shout-out doen naar Pongdalong. Zijn YouTube kanaal staat in de beschrijving. Ik denk ook zijn Insta en Twitter. In ieder geval, ik heb wat linkjes in de beschrijving staan naar zijn social media. Dus show wat love. En check even zijn YouTube kanaal of andere social media's. Maar laten we maar beginnen met het eerste potje. Hij heeft dus allemaal verschillende soorten potjes naar me toegestuurd. En dit is een potje waarin hij niet spint. Dus geen teampotje. Dus ik ben echt benieuwd hoe hij dat doet. En dat is op rank level 35 niveau. Bizar. Als je een win haalt zonder te teamen, dat is echt niet normaal. Maar ik ben benieuwd hoe hij dat dan gaat doen. Ik ben benieuwd. Hij had dus zelf een soort van challenge om niet al te veel te gaan spinnen en niet echt te gaan teamen. Oké, hij heeft hier dus die kistjes. Hij speelt altijd heel voorzichtig, maar dat is ook één ding wat je denk ik moet doen. Hij speelt vanuit het midden en in principe is dat wel chill. Hij gaat meteen voor die Mortis. Hij moet eigenlijk zorgen dat hij snel zijn super krijgt. Dat is het belangrijkste. Maar het zegt trouwens wel iets. Als je Shelly op 3000 trofeeën kan krijgen in solo showdown, hoe belachelijk goed Shelly is in solo showdown. Dat is echt niet normaal. Natuurlijk moet je er ook heel goed mee kunnen spelen. Want dat is het allerbelangrijkste. Maar het is ook gewoon de manier hoe de knokker zelf speelt. Weet je. Als Shelly zelf niet goed was, had hij deze wereldrecord niet kunnen halen. Maar bizar. Echt heel bizar dat hij zo hoog die knokker heeft weten te pushen. Hij heeft nu nog één hit nodig en dan heeft hij zijn super. Misschien dat ik de rest van de potjes eventjes wat door ga spoelen. Want het is een beetje zo dat meestal alles aan het eind gaat gebeuren. In die hoge niveau potjes in het begin teamt iedereen en aan het eind wordt iedereen gekild. Maar oké, Pongdalong heeft nu eindelijk zijn super. Maar ik vind dit wel een leuk potje om even helemaal te laten zien. Omdat hij niet teamt. Hij teamt dus niet, dus hij probeert zonder te teamen hier een win te halen. En waarschijnlijk gaat het hem lukken, maar ik weet dat niet helemaal zeker. Want ik heb zelf het potje ook nog niet gezien. Dat heb ik expres gedaan, zodat ik een beetje weet. Oh, dat was wel een beetje dom van de jou, Primo. Maar zodat ik ook een beetje zelf leuk kan reageren. En zodat ik zelf niet weet wat er gaat komen. Hij heeft nog geen kills gemaakt. Ik weet niet of hij gewoon showdown speelt. Of dat hij showdown plus speelt. Hij heeft nog geen kill gemaakt. Dus dat weet ik om eerlijk te zijn niet. We gaan het zo meteen zien op het moment dat hij een kill maakt. Ik denk dat hij deze wel gaat killen. Deze gaat hij toch wel killen. Ja, inderdaad. Hij heeft geen plus 2 trofee. Oké, dus hij speelt gewoon een solo showdown. En geen showdown plus. Dat is dan dat ook weer duidelijk. Blijkbaar is showdown plus dus minder goed om een knokker zo hoog te pushen dan gewoon een showdown. Oh, daar heeft hij weer eentje. En dan is nu die Edgar. En dit gaat hij nu sowieso winnen. Ja, dat kan niet anders. Ja, wel ziek hoor. Wel echt heel ziek. Nee, oké. Hij speelt dus geen gewone... Nee, hij speelt geen showdown plus. Hij speelt gewoon een showdown. Dus hij krijgt plus 5 trofeeën voor elk potje dat hij wint. Maar het bizarre is dat hij natuurlijk voor elk potje die hij speelt ook 10 minuten of zo moet wachten. Voor deze wereldrecord is hij denk ik echt gewoon 20 dagen non-stop aan het spelen geweest. Of misschien gewoon de hele maand. Ik denk de hele maand gewoon. Alleen voor dit record. Maar van de volgende potjes laat ik even iets meer de hoogtepunten zien. Vooral het eindgedeelte. Dat is meestal het spannendst. Want hij is nu vierde. Maar als hij vierde blijft, dan krijgt hij gewoon min trofeeën op rank level 35 niveau. Dus hij moet sowieso in de top 3 komen. Maar hij moet eigenlijk eerste of tweede worden. Wil hij überhaupt, zeg maar, trofeeën erbij krijgen. Dus het is vrij lastig om trofeeën erbij te pushen op dit niveau. Maar ik ben benieuwd. Hij teamt dus met die Bull en met die Shelly onder. En er zit de Shelly links, die eigenlijk de lul is. Want die, ze zitten daarmee... Nee, die is, wordt niet meegeteamd.
Dit is trouwens in een nieuwe map, deze game. Dus dat is op zich ook wel leuk om een keertje te zien hoe die in een nieuwe map speelt. Wat die bol doet, geen idee. Maar die bol die kan dit niet overleven. Want je hebt 3 Shellys. Oh, ja, en die hebben allemaal een super. Dat is gewoon bijna onmogelijk. Oké, hij stiert nu met die bol. Hij backstabt toch nog die Shelly. Waardoor hij die bol nu kan pakken. En die bol die wordt gewoon nog tweede. Hè? Dat is wel echt ziek. Hij wint dit nog maar net. Maar hij heeft wel gewonnen. En dat is wel heel ziek. Heeft hij weer 5 trofeeën erbij. Ah, dat is echt bizar. Dan win je zo'n potje en maar 5 trofeeën erbij. En dan, ja, dat is zo belachelijk lang. Echt niet normaal. En af en toe verlies je ook een keer een potje. Hè? Dat zit er ook tussen. Nou, we zijn in een potje in oproergrot. Er zijn momenteel nog 10 spelers. Haha. Dat is echt niet normaal. Longalong heeft wel zijn super, maar iedereen loopt in het midden. Er is nu een El Primo die super inzet. Ondertussen komt er een bol. Niemand durft hem raar aan te vallen. Dit is zo bizar. Kijk, op een echt hoog niveau heb je allemaal van dit soort potjes. Ondertussen heeft de Shelly onder zijn super ingezet. Oeh, Bongalong krijgt daar een paar hits. Hij overleeft het wel. Maar ik ben erg benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Oké, Bongalong. Oké, die heeft nu weer een kill gemaakt. Hij heeft zijn super weer, dus nu is hij weer gevaarlijk. En ik denk dat hij boven die Shelly die wil gaan pakken is. Dus, oh, die heeft ook 9 krachtpunten. Als hij dit wint. En die Shelly heeft ook gewoon de super. Oké, die gaat eerst voor de bol. Dat kon hij eigenlijk beter niet doen. Hij kon eigenlijk eerst beter voor Bongalong gaan. Dan had hij meer kans gehad om te winnen. Maar ja, beter voor Bongalong. Die heeft nu gewonnen. En natuurlijk weer een nummer 1 plekje. Logisch. Ja, we zijn weer bij een volgende potje. Bongalong heeft het midden. Dus dat is op zich wel nice. Volgens mij is dit echt een map waar je in het midden moet hebben. Op het moment dat er eenmaal gif komt. Ik denk dat het dan echt super voordelig is dat je in het midden staat. Er zijn nog 8 knokkers over. En het gif komt er al aan. Je zag daar links al dat het gif eraan kwam. Dus ik ben benieuwd hoe hij dit dan gaat doen. Trouwens, de potjes die je ziet, die heeft hij zelf natuurlijk na die tijd opgenomen. Dus dat is misschien ook wel handig om te weten. Die Brock die deed een hit op Bongalong in het midden. Kijk, dat is ook wel weer een nadeel. Je hebt de kans dat iedereen dan voor jou gaat in het midden. Maar blijkbaar vindt hij het risico wel waard om gewoon in het midden te blijven staan. Maar, oh, dit wordt wel spannend. Oh, die Crow die miste net zijn shot. Oké, hij gaat toch maar niet meer in het midden. Je hebt nu een stoel in het midden. Bongalong, die spint behoorlijk. Die wil eigenlijk teamen met die Shelly. Maar die gaat nu dood. Oké, die Shelly die gaat nu dood. Heeft hij weer 1 concurrent uitgeschakeld? No way, dit kan toch niet goed gaan? Wat gaat hij doen? Oké, die Brock die zet ze super in. Oh, hij heeft zo mazzel dat de rest daar is doodgegaan door elkaar. Maar ja, dat moet je af en toe natuurlijk ook hebben. Oké, dan zijn ze nu nog met 3 over. Die Shelly die gaat nu voor die Brock. En eigenlijk moet hij proberen die Shelly te pakken. En dat doet hij inderdaad ook. En dan heeft hij een easy win. Ja, ai, 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 ai. Het is echt bizar op wat voor niveau die speelt. En hij wint ook gewoon zoveel. Ja, maar anders kan je ook geen 3000 trofee halen. Als je niet goed bent, gaat je dat nooit lukken. Mij zou dat nooit lukken. Ik ben wel een beetje goed in Brawl Stars, maar niet zo goed. We zijn weer in het volgende potje. Eindelijk is er nu iemand doodgegaan. Dat duurde vrij lang. Die El Primo gaat nu ook dood. Ik vind het nog steeds bizar dat hij niet een Showdown Plus heeft gedaan. Dat vind ik echt insane. Want ja, blijkbaar heb je misschien een Showdown minder goede spelers of zo. De echte pro's dat hij dan een Showdown Plus... Ik weet niet, misschien dat de Showdown... Ja, spelen ook heel veel goede spelers. Maar ik vind het gewoon bizar. Want ik zou zelf denken... Nou, speel Showdown Plus. Want daar kan je veel meer trofeeën krijgen. Maar ik denk dat er minder in geteamd wordt. Dus dan is het moeilijker om zo'n hoog trofee-aantal te halen. Dat denk ik persoonlijk dan in gewoon Showdown. Omdat er minder in geteamd wordt. En je wordt sneller gebackstabbed. Kijk, spelers hebben sneller zoiets van... Ja, ik ga jou killen, want dan krijg ik weer 2 trofeeën erbij. En dat heb je in gewoon Showdown natuurlijk niet. Dus misschien dat daarin, zeg maar, dit wel iets beter is om zo hoog te pushen. Maar er zijn nog steeds 8 knokkers over. Kijk, dit zijn echt wel die momenten. Als ik zelf zo'n potje zou spelen, dan zou ik echt denken... Hoe ga ik dit ooit doen? Ja, dan zou ik echt geen idee hebben. Dan probeer je het maar en dan, ja. Maar ik denk dat Bongalong ondertussen zo vaak Showdown heeft gespeeld. Dat hij precies weet hoe hij dit soort potjes moet uitspelen. Ondertussen wordt hier volop gevochten. Hij blijft gewoon perfect aan de zijkant wachten totdat de rest elkaar gaat killen. Ondertussen zet nu iemand zijn super in. Wat gaat er nu gebeuren? Bongalong die behoudt even zijn HP. Of die deed even niks. Gaat hij dit nog winnen? Gaat hij dit nog winnen? Oh, hij wint het dan gewoon. Oh, dit is echt ziek. Echt heel bizar. Oké, we laten nog 1 potje zien. En dat is het laatste potje voordat hij de 3000 trofee heeft gehaald. Dus dit was het potje waarin hij de 3000 trofee haalde. Dat is echt ziek. Oké, we zijn ondertussen aan het potje aan het kijken. Er zijn nu ondertussen nog maar 5 knokkers over. Dus het gaat wel vrij vlot, dit potje. Eronder loopt een Edgar. Gaat hij die killen? Ja, die killt hij ook nog. Dus dan zijn er 4 knokkers over. Oh, hier speelde hij wel Showdown Plus trouwens. Dus misschien dat hij ook wel deels in Showdown Plus heeft gepusht. Misschien
misschien een beetje 50-50. Want ik zie dat hij hier 4 takedowns of plus 4 trofeeën heeft met takedowns. Dus al met al heeft hij dan misschien toch nog wat de Showdown Plus gespeeld. Misschien een beetje een combinatie van beide. Dat denk ik dan. Maar in ieder geval, hij gaat hier denk ik sowieso winnen. Dat kan haast niet anders. Hij heeft daar nog een Ems en daar rechtsboven zit nog een Leon. Ik denk, oh nee, die zit er helemaal niet meer. Waar zit die Leon dan? Oké, ja, geen idee. Het potje, dat kan misschien nog wel even duren dan. Want ik heb geen idee waar die Leon zit. En Pongdalong heeft ook geen idee waar die Leon zit. Oh, die zit daarboven. Ja, waar is die Leon heen? Ik denk dat hij daar... Oh, nee, hij is weer teruggelopen. Ik wou zeggen dat ik dacht dat hij daarboven zou zitten. Maar als hij nu die Leon kan killen, ja, dan heeft hij gewoon gewonnen. En dan heeft hij inderdaad plus 8 of 1 voor Takedown. Ik wou net zeggen, dit moet haast wel ook zijn dat hij Showdown Plus heeft gespeeld. Anders kan het bijna niet. Maar dit was het beslissende potje waardoor hij die 3000 trofeeën heeft gehaald. Echt insane. 3000 trofeeën. En het bizarre is dat hij momenteel daar nog overheen zit. Hij heeft momenteel nog de 3100 nog wat trofeeën gehaald. Dus hij zit nog meer over die 3000 heen. Want zijn record gewoon nog ziek gemaakt. Echt insane. Echt te bizar voor woorden. Echt heel ziek. Maar ik wil dus even een zieke shout-out doen naar Pongdalong. Mocht je zijn YouTube-kanaal dus willen checken, check hem even, link in de beschrijving. En ik denk dat dit record voorlopig niet meer verbroken wordt. Gewoon 3100 plus trofeeën. Dat is ziek. Maar dat was dit het echt. En dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, maat. Als je dit nou een leuke video vond, check dan even de video die hier komt te staan. Dan vind je die waarschijnlijk ook wel leuk. En abonneer natuurlijk even. Dat kan je hier dan hieronder doen. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Dat is natuurlijk net zo leuk. En ik heb ook kleding. Bouws Army kleding. Wil je het zelf kopen? Ga dan naar bouws.nl en word lid van de Bouws Army. Let's go!